Mocht je snel te goed willen halen voor FIFA Points, check de eerste link bovenaan in de beschrijving. Hey kijkers, Makelaars Terms, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe FIFA The Legend Dream. Padam! Vandaag mogen wij weer packs openen. Jullie hebben bijna 2900 likes achtergelaten, wat mega veel is. Net geen 3000, dus we mogen net niet op 100 likes na 3 pakketjes openen. Dus hopelijk druk je even voor de volgende keer alweer op het duimpje omhoog. In ieder geval voor deze keer, voor de volgende keer. Oké, voor de nieuwe packs. Dit is echt rare Vincent logic dit. Maar we mogen 2 packs openen. Dus let's do this. En in het eerste pakketje zit natuurlijk niemand minder dan Ariane Robben. Nee. Oh my god. Ben je dit serieus? Holy shit. Heb ik net 350 FIFA points aan uitgegeven. Tweede pakketje. Mensen, zoals jullie kunnen zien hebben we 93.000 muntjes. We hebben monies. Ja, heel veel monies. Oh my god. Oké, nou deze gaan we wel bewaren natuurlijk. Dus die sturen naar de club. Maar holy shit, de rest natuurlijk weer. Huppatee, weg ermee. Zoals je kan zien, bijna 97.000 coins. Jullie wouden dat we met z'n allen massaal gingen sparen voor niemand minder dan deze meneer. Maar deze meneer is even 290k, zag ik hem net op het goedkoopst. Ja, goedkoopst is 290k. Wordt eventjes sparen, meneer Robben. Het spijt me zeer, maar we gaan wel ons best doen, want ik wil je wel heel graag in het team. Oké, houd in dat wij nog 1 match moeten winnen. Dan mogen wij een potje draft spelen. Tada, en dan mogen we een token hiervoor kopen. Maar om dat potje te spelen moeten we natuurlijk eerst winnen. Dit is ons team. Niks aan veranderd, niks aan gebeurd. Alleen, ik hoop dat we kunnen winnen. Dus, mensen, wat ik net ook al vroeg, druk alsjeblieft op duimpje omhoog voor de volgende keer. Want dan mogen we misschien weer een heleboel packs openen. Dat zou super nice zijn. En dan laten we nu even potje nog even winnen. Tegenstander gevonden. Wat heeft hij voor mooie regenboog shirts? Oh, dat moest ik ook nog kopen. Wat ben ik een sukkel. Ik moest voor jullie in de KNVB Nederlandse shirt spelen. Ah, hij heeft wel een best snel team. Voorin in ieder geval. Dus dat gaat lastig worden. Maar we gaan ons best doen. Zijn verdediging is niet echt het beste. Maar ik moet afkloppen. Want elke keer als ik dat zeg, krijg ik zo hard aan mijn broek. Ga ik vliezen. Let's go. Oh, de jong. Jammer. Wel lekkere actie, though. Oké, laten we even wat aanvallend spelen. En even op de counter. Kom op, Karsdorp, pak die bal. Op de counter, hoppatee. Oh, lekker, Wijnaldum. Die is gewoon de hele tijd agressief, joh. Heerlijk dit, de jong. Goed bezig, jongen. Koppen. Oh, heerlijk schot, Willems. Oeh. Boom. Oh, holy damn. Heerlijk, de jongen is beest gewoon. Oh, ga erheen. Nee. Nee. Fuck. Ze is... Ja, ze is tweede kans. En zit er gewoon in met een kopbal. Nou, lopen, 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 lopen. Ah! Ah, oh, damn it. Oké, dat scheelde echt een haar weer. Oké, nou, tweede helft. Come on. Lekker, lekker. De paai gaat doen, gaat doen. Oh my god. Yeah! Woo! Lekker, jongen. Boom. Een cool bloedend afgemaakt, jongen. Topper. Lekker bezig. Come on. Deze gaan we winnen. Come on, team. Deze gaan we winnen. Come on. Woo. Kijk, dit bedoel ik nou. Nu staat hij 3 kwartier stil. Vent, ga wat doen. Ah, tuurlijk. Pauze. Oh my god. Vent, ga spelen. Je hebt nu 3 keer op pauze gedrukt. Je hebt elke keer als er een vrije trap, een corner... Een ingooi of weet ik veel wat is, heb je ook tot de laatste seconde gewacht. En nu druk je weer op pauze. Oh. Lekker de paai, jongen. Maak hem af, maak hem af, maak hem af, maak hem af. Hé, hey! Scheids! Rood! Donkerrood! Doorgebroken speler, als dat geen rood is, hè. Boom! Boom! Op je muil, vriend. Hier, klebam. Oh my god, Snyder. Hoe dan? We moeten dit winnen, willen we draf spelen. Anders moeten we het volgende potje winnen, maar... Hou hem binnen, jongen. Hou hem binnen, hou hem binnen, hou hem binnen. Goed zo, naar die achterlijn, naar die achterlijn. Ah! Come on! Koppen, goed zo. Pasen, goed zo. Oh, wel in de voetjes. Kom op, hé. Hey. Oh, tuurlijk, counter. We verliezen nu. Oh my god, we zijn helemaal weggespeeld. Ja, we verliezen. Goal. Ah! Ah! Nou, één ding is zeker. Ik hoop dat ik nooit meer tegen je speel.
Ik ga nog een potje spelen. En hoop dat ik die dan wel win. Ik ben er klaar voor. Deze moeten we winnen om de volgende keer draft te kunnen spelen. Maar holy shit, wat een pannenkoek was dat net. Blech. Nou, nieuwe tegenstander gevonden. Hij heeft ook oké team. Hij heeft alleen een middenvelder op cv staan. Hopelijk kunnen we dit winnen. We moeten eigenlijk dit wel winnen hoor. Laten we even heel eerlijk daarin zijn. Laten we dit gewoon gaan doen. Oh my god, dit is... Hoe dan? Oh my god, we hadden binnen een minuut kunnen scoren. Je schopt hem op de lat. Ah, dan ben je een pannenkoek. Ah, wat zuur dit. Ah, van de lijn gehaald. Is dit weer zo'n potje? Hoek. Lekker, 1-0. Bam. Zo doen we dat. Zo doen we dat. Oh, oh. Ja, 1-1. Oh. Jammer. Oeh. Wat een goal! Woo! Heerlijk! Holy damn! Nice! Kijk dan! Oh. Nice, gek! Lopen de paai, goed! Hou hem binnen, hou hem binnen, hou hem binnen. Oh. Lekker, jongen! Woo! Nice! GG! Oh, koekoek. Hey. Woe, we hebben gewonnen. Nice. Mooi, 2 pakketjes. En we mogen de volgende keer draft spelen. Woe. Come on. Oh, waarom krijgen we... Hey, Martens Indy. Hey, die gaan we wel bewaren. Hey, Narsing. Zou die wat waard zijn? Nee, hij kost bijna niks. En de next one. Ja. Nee. Oh nee, tuurlijk. Ik dacht dat het iemand anders was. Hoppatee, 105k hebben we mensen. 105k. Houd in dat we de volgende keer draf mogen spelen. Maar hopelijk drukken jullie massaal op het duimpje omhoog. Want dan mogen we namelijk de volgende keer bij elke 1000 likes mogen we 1 pakketje extra openen. Dus hopelijk doe je dat. Zeg ik tegen jullie mensen tot de volgende keer bij een nieuwe The Legend Dream. En zeg ik tegen jullie ciao. Yo.